De afdeling voorlichting heeft ook een gesprek gevoerd met de coördinator van het district Koroni, dat is de heer Dorst. Meneer Dorst, hoe loopt het met LVV in dit caucusdistrict? Ja, meneer Clyde, wat moet ik ervan zeggen? LVV Koroni, alle drie poten die zijn hier te vinden in Koroni, landbouw, veeteelt en visserij. Dus alle drie en naar mijn mening loopt het toch redelijk goed. Wat zijn de ontwikkelingen? Vertelt u ons. Als wij moeten praten over ontwikkeling, meneer Clyde, in dit gebied, dan mijn persoonlijke, zeg maar, mijn wijze hoe ik de ontwikkelingen bekijk. Ik let op de bevolkingsgrootte en wat er dan geproduceerd wordt. Je hebt een aantal producten die geproduceerd worden. Een van die basisproducten in Koroni, dat is kokos. Je hebt visserij, je hebt varkenteelt, rundvee en honingteelt ook. Bij het teelt. En die zaken lopen goed als ik dat moet baseren op de bevolkingsgrootte. Maar desondanks is dat nog niet voldoende. Omdat daarmee wij nog geen basis kunnen leggen, zeg maar, om een behoorlijke bijdrage te kunnen leveren aan de nationale ontwikkeling. Dan wil ik toch even terugkomen om die zaken wat ik aangehaald heb, om dat duidelijk te maken. Wat varken betreft, produceren wij voldoende voor de lokale gemeenschap. Rundvee, het vlees dat wij gebruiken op maand- of jaarbasis, produceren wij te veel zelf, voor onszelf. Maar voor de nationale economie, de bijdrage die wij leveren, het is nog niet voldoende. Omdat je een aantal mensen nog hebt in overheidsdienst en die inkomen, zeg maar, uit onze eigen sector en het bijdrage dat de overheid levert aan dit district. Samen heb je zeg maar een districtsinkomsten. En die inkomsten, dat deel van de overheid is groter. Het is nog niet in balans. Dus u begrijpt dat. Met de producten die wij produceren, zouden wij zeg maar de economische behoeften van het district dekken. Dan waren wij goed. Dus wat rundvee betreft. We moeten meer gaan produceren. Kokosolie zijn we zelf voorzienend. We moeten verder gaan produceren om het district zelf, zeg maar, economisch weerbaar te maken. Wat is de rol van LVV zelf in het district? Wat doet LVV met de gemeente? U weet zelf, meneer Clyde, LVV staat voor voedselvoorziening en wij geven voorlichting aan de gemeenschap, aan boeren. Zeg maar die hier naartoe komen en ik ga ook zelf naar boeren of het personeel wordt dan gestuurd naar zeg boeren, mensen die advies nodig hebben. Ja. Dus dat is de minddoel van LVV in elk resort denk ik, elk district, voorlichting aan de gemeenschap. Prada, Faigo. Ja, ik ga rustig alle sambo. Je bent een landbouwer, klein landbouwer. Misitaki, we met moeite, we net aan doen. Isabitok, we potten aan in Nadoti. En we zijn resultaat. Zij de meki, of schoon tak, zij de meki, zijn de producten zijn we prani? We pranen bana toe. We pranen een aantal peperi. Isabi, we pranen pampoen. Dus dat op de sana we focus. Wil je de die de sana die? Ja, een serie ego, een makkelijk soms, en ego helemaal direct boom, maar soms een wakker is een fast serie die, sana up and down, maar een makkelijk ego op tien zo. En dan is het ook een agro blessing nu die lees je? Ja, is een fakker een grond dek bij toch naar ze zo blessing ja zo. Zolang hij ook tranga, een blessing moet komen toch. Vijf en een oost is die? Wel, een oost aan, weer een oost de productief, een makkelijk. Dus dan wil ik ook zijn ego moro fara. Pran lek ja bakasi, mireta cookies ondersteuning, lanti bepot machine ter beschikking, zodat de bekan green grown gratis, om ik gebruik ving en tide, dit is nou af de resultaat. Ja, zeker ja. Dus vorig jaar, een machine ben kong, en de man ben je poep tien zo. Dus dan je ziet dat hij als een kan go, ego in een goede richting is habitok. Dus daar heeft de man kalanga aan uw jumoro, lukule landbouwers die zie, dan we zitten aan kango. Zolang hij met moeite is, hij moest voegen. Wat ondersteunen moest komen?
Dus we willen goed dat je heeft presque ondersteunen aan een goed dat van machines of to EOS, Fika Hari, Laika, Shoro en zo. Is dat weer ook dat is dan dat is wat je hebt dat we zoeken naar. If you win, if I'm a mama, chara machine ko ito wali si ko ye punu fuburoko. Ta asane bunju duto. El moro lekti yonu lek land bowers. And this other one 15 kilo, 20 from 15 to 20 kilo. Yeah. Ori, ori, brother. And is it 15 kilo? Bijna 20 kilo pampoen geoost hier in Koroni door de familie Bruining. En apachago weg. Maar goede productie. Wat onze voedsel betreft produceren wij nog zeg maar net 20%. 80% zijn we nog afhankelijk van het buitenland. En dat is geen goede zaak voor Suriname.